Bijna 1,5 miljoen mensen zagen haar de hoofdrol in The Sound of Music binnenslepen. Nandi van Beurden uit Tilburg. Ze won het tv-programma Op zoek naar Maria. De winnaar van Op zoek naar Maria is... Nandi! 7 weken lang was er iedere week een nieuwe tv-uitzending en Nandi die was al langer favoriet bij de jury. Maar ze was er zelf allerminst van overtuigd dat ze het ook echt zou gaan worden. Zo in alle mogelijke scenario's worden gerepeteerd, zodat als het dan daadwerkelijk zover is, dat het dan gewoon live gaat. En toen zei hij mijn naam en toen dacht ik, dit is geen repetitie, dit is echt. Ja. Waanzinnig. En in Tilburg zat haar zangleraar Edward Hoepelman vol spanning mee te leven met zijn leerling. Samen met zijn man keek hij naar de uitzending. Super trots en super verdiend. Ja, weet je, wij kennen haar al als baby. En haar moeder heeft ons les gehad ook. En die kwam ineens met mijn dochter willen ook zingen. Nou ja, het bleek dus Nandi te zijn. En toen hebben we dat heel mooi rustig opgebouwd. En nu kijk. Hoepelman begeleidde haar de hele weg. Want ze ging daarna studeren aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg, waar hij hoofddocent is. Dat is natuurlijk zo'n internationale opleiding geworden met zoveel verschillende soorten zangers. En die mensen gaan allemaal internationale hub zo de wereld in. Het is natuurlijk wel heel speciaal als de meisje uit Tilburg dit dan wint. Nandi heeft ook in de afgelopen weken nog les gehad van Edward. Vorige week vertelde ze in de Lege Schouwburg in Tilburg waarom hij zo belangrijk voor haar is. En dat is in het vak natuurlijk wel, ja, ik denk wel de grootste die er is. Dat is een magier voor je stem. Dus als je die gedegen basis hebt, dan gaat hij kijken, er zit nog een voller geluid en er zitten nog meer tonen op en er zitten nog betere overgangen in. En hij polijst dat helemaal en scherpt ons helemaal aan tot je dan uit het ei mag. Met het winnen van deze show gaat Nandi dus echt uit haar ei. Edward voorziet een grote toekomst. Nandi wordt gewoon een ster. Een internationale ster.